Nou, ook die drie centrale verdedigers van Standaard staan heel kort bij elkaar in de centrale as. Nubi, Leifis en Doumbia, maar hier toch even de vrijheid. En kijk eens aan. Oh la la, wat een schitterende goal van Fernandes Pardo. Hij maakte zijn eerste hier op de slotspeeldag tegen Charleroi. En hij opent ook vandaag de score. Halverwege de eerste helft. En dit was echt niet zo'n simpel doelpunt hoor. Hij trapt hem van op een meter of 20 heerlijk voorbij Bodaar. De opflakkering, de flits die deze wedstrijd nodig had. Matías Fernández Pardo. Het is geen toeval dat hij in de spits wordt gebruikt. Ja, snel genomen vrije trap van de Saar. Gewoon heel slim. Hè? Maar dan doet hij het goed. Hè? Wat ik net zei. Bal komen vragen in het pak. Niet evident. Nu kreeg hij even vrijheid. Wist dat hij alleen stond. Goed doorgedraaid. Goede aanname. Goed tikje van Alzate. Kawabe. Flankverandering. Dit is al wat beter van Standaard. Ze reageren toch. Djenepo geeft hem aan Balikwisha. Goede aanval van de Roesjes. En daar is Kanga. En de save van Roef. En is er nog een... Ja, uiteindelijk die gaat, wel. Die gaat binnen oh, via... Wat een flipperkast doelpunt. Via de Saar, Nico. Daar heeft Gent bijzonder veel pech uiteindelijk. Maar het was een hele goede aanval van Standaard. En eerst was er nog de redding van Davy Roef op de knal van Kanga. Die bijna zijn tiende van het seizoen maakt. En dan... Via, ja, wat is het allemaal? Dat is de Saar, denk ik. Via de lat en de Saar. Hier gaan we het beter zien. Maar dit was echt goed gevoetbald. Ja, zeer goed uitgespeeld. Dan Kanga op de handen van Roef. En dan via ja. Brown. Kawabe, Brown, de tegen, lat. Ja, tegen de lat. En dan de Saar. De Saar, denk ik. Hè. Oh, wat een goal. Oh, lala. Oh, ja, dat kan je echt niet nog eens overdoen, hoor. Dit, één. We gaan kijken, hè. Kijk. Koppen, afwijken, lat, de Saar. Was die bal al over de lijn? Dat kan je ook nog afvragen, maar in elk geval... Nu goed, dat was afgelopen zomer ook niet de bedoeling, maar hij had niet zoveel andere valabele alternatieven. De Colombiaan, goede tik hier, goede actie van Agent. En dit is een heerlijke goal van de Buffalo's. Het is 2-1. En deze man ja, heeft echt wel een neus voor doelpunten. Hij is nu alleen vice-topschutter van Agent, Omri Gandelman. Maar vooral de combinatie, heerlijk uitgespeeld van Agent. Ja, fantastisch doelpunt. 2-1, nieuwe voorsprong voor Agent. Derde man principe, inspelen, derde man die loopt zonder bal, kijk. Goeie actie op de linkerkant, goede tik van Tissoudali. En dan kan hij maar gewoon weglopen in de rug van Nubi. Hij legt hem heerlijk binnen hoor. Ja, ja zeker, het is fantastisch gedaan, goede paas. En dan denk je, ja, kan hem nog centraal spelen naar Fernandes Pardo. Maar ja, die jongen heeft zoveel vertrouwen op dit moment, zoals je zegt, als hij... Voor de goal. En zat wel wat op zijn tandvlees zo te zien, logisch. Hier, ja, Surdé. Kan die de bal al meteen krijgen? Wat doet Tissoudali? Tissoudali zelf tegen de paal. En dan rebound, Gerkes binnen. Ja, hoe lang staat die op het veld? Dat is wel een heel snel doelpunt voor Pieter Gerkes. En zo lijkt de wedstrijd hier ook wel beslist in de K-Agent Arena. Tissoudali niet, maar Gerkes uiteindelijk wel. Het is 3-1 voor de thuisploeg. Goeie wissel van de coach. Ja, ja, ja zeker. Als je, ja, kijk, je moet erom lachen. Maar goed, als je nieuwe mensen inbrengt en je kan de eerste keer die bal raken en meteen scoren. Balverlies centraal middenveld, altijd gevaarlijk. Dan de actie 4-2, je denkt geen probleem. Dit was nog goed verdedigd van Doumbia, maar in tweede instantie goed afgewerkt van Pieter Gerkes. Het was eigenlijk zijn tweede balcontact. Die tot het doelpunt leiden. Tissoudali ging eerst voor eigen succes, maar ja, dat mocht wel, want het was een goede actie en scheelde bitter weinig. En dan Gerkes, die uiteindelijk... In het begin bij Gent was hij echt onvoorspelbaar. En ik dan deed die dingen dat je dacht van wauw. Al bij al, als je zijn cijfers bekijkt dit seizoen, valt het nog wel mee. Hoor. 16 doelpunten en daar is de 4-1. De 4-1 voor Gent. Kandus. Op hoekschop, ja, eens te meer op hoekschop. De 12e van op corner voor de Buffalo's. En nu is het helemaal definitief over en sluiten. Te vrij, hè. Te... Geen dekking. Hier 3-2 situatie. Te dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Je staat een stuk in zone. Het is Doumbia die niet goed genoeg volgt. Ze verspreiden heel goed, hè, de jongens van Gent.
Ja, Alzate die is eigenlijk Tissot Dali aan het dekken. Ja, en Doumbia laat Kandous zomaar inlopen. Hij is 1,96 meter. Daar zie je, komt aangestormd. Kerkes, ja, goede bal, uitstekende bal richting Surdé. Surdé legt af, Tissot Dali binnen. 5-1 en de ontlading is heel groot bij Tarek Tissot Dali. Want hij was al een paar keer dichtbij een doelpunt. Hij worstelde bij momenten met de bal. Maar deze schiet hij in één tijd binnen. En Bodar, ja, die wordt stilaan wanhopig. Want het wordt erger en erger en erger. 5 goals binnen. Standaard, 5 goals gemaakt. Agent Tissot Dali voor de tweede keer in deze wedstrijd beslissend. Een goal en een assist. Nu weet ik waarom Ivan Leko altijd zei in de eerste helft dat het compact moest zijn. Er wordt nog gecheckt voor buitenspel. Maar... de tweede corner al voor Malinois na iets meer dan 4 minuten. Flukken. Leijzen niet. En de goal wel. Via Elias Kobout. En hoe anders is het dan 2 weken geleden. De hele vroege voorsprong voor KV Mechelen. En daar zijn ze wel blij mee. Goed getrapt, die corner door Pflücke. En aan de eerste paal troepten ze met velen samen. Tussen 3 verdedigers ook nog Leijzen die eraan kwam, maar te laat. Sagrado 1-op-1 met Foulon. Te veel moeite met de balcontrole. Schoofs hard tegen hard met Missau. Slimani. En Foulon, ja, geweldig gedaan. En de grote brug ook nog. Prachtige actie van Dan Foulon. Alleen op Leijzen af en dan maakt het ook nog schitterend af. Een solo actie van Dan Foulon voor 0-2. Van op eigen helft. En helemaal alleen. Schitterend als Ronaldo of Messi. En wordt doodgeknuffeld langs alle kanten. Vorige week 25 geworden en getrouwd. En er een wereldgoal bovenop. Kijk eens, hier begint het al mee. Dit dan de grote brug. En zo maakt hij tijd en ruimte voor zichzelf. Dat is vaak het moeilijkste. En maakt het ook nog geweldig af. Schitterend doelpunt van Dan Foulon. Een linker wingback nota bene. Maar dit is echt klasse. Techniek, finesse, snelheid. Torstensson gaat zelf trappen. Maar dan liever met rechts. Hakimoto. Die kan het met 2 voeten. Daar is de aansluitingstreffer. Het kon niet blijven duren. Youssef Maziz. Oud-Heverlee Leuven drukte en drukte. Het ging echt op zoek naar een doelpunt. En heeft ook loon naar werken nu. De assist voor Akimoto. KV Mechelen werd echt achteruit gedrukt. Komt goed uit de rug. En heeft dan de techniek om dit balletje in één tijd. Niet hard, maar wel een tweede Leuvens doelpunt. Goed gelopen door Maartens. Dit is de kans en daar is de goal. Opoku. Ah, heerlijk doelpunt. Schitterende treffer. En vergelijkbare toestanden als 2 weken geleden. De apotheose in het voordeel van Oud-Heverlee Leuven. Terugkomen van 0-2 naar 2-2. En het is een heerlijke goal. Torstensson, Maartens en Opoku. We zitten in de 97e minuut. Het is de eerste corner voor Malinois na de rust. Leijzen eronder door en wordt het afgestraft. Ja, dan toch nog een winning goal van Konaté. En opnieuw een fatale fout van Tobe Leijzen. Niet zijn eerste dit seizoen. Hij begon met een foutje op een corner. Hij eindigt met een fout op een hoekschop. De roel zonder door. En dan frommelt Mori Konaté die bal over de doellijn. En dan wordt het toch nog een overwinning voor Malinois. Wat een...
Dat is wat anders. En dat is binnen. Het is een goal. En als er niks aan de hand is, is het Kylian Sardella die gescoord heeft. En dan is dat zijn allereerste doelpunt voor paars en wit. De man van de eigen jeugd natuurlijk. In zijn 95ste wedstrijd. Hij stond daar in die tweede zone. En Anderlecht staat vroeg in de tweede helft op voorsprong. Dan heeft het daar weer heel weinig voor nodig. Inderdaad. Ja, één schot, redding. Daar kwam deze corner uit natuurlijk. En na dit schot, de pil van Sardella er tegen. Een beetje sneu om hem binnen te krijgen. De quadriceps. Is het ook nog via Alderwereld? Ja, ik toch. Nee, het is toch alleen Sardella. Nee, ja, toch nog de arm van Alderwereld. Jawel. Ito, van de bal gezet. Ja, toch bijna door Haspelat. Steukers trekt naar binnen voor zijn goede linker natuurlijk. Gaat trappen, Jarne Steukers. En die bal vliegt binnen via een lichte deviatie. Gilletjes daardoor verschalkt. De eerste keer dat STVV ook maar in de buurt raakt van het 16 meter gebied van Westerlo. Is het prijs, is het bingo. Steukers met zijn vijfde van het seizoen. Hij heeft ook 6 assists, is echt wel volledig aan het doorbreken. De belofte international die dus raak trof tegen Malta. Hij heeft een handvol minuten nodig om ook raak te treffen. Tegen de Kemphanen. Dat schot wordt nog aangeraakt door Tagir. Kon de kers op de taart niet zetten. Balverlies bij Westerlo. En dat gaan ze misschien nu wel afstraffen. Bij de Canaris. Fujita door de beentjes. En dan goed gekapt. Zowel Fujita. Uitstekende actie. En de goal. Een fantastisch doelpunt op naam gezet. Van Jarne Steukers. Hij scoort zijn tweede. Een binnentikker met zijn mindere rechter. Maar al het werk was toch van de invaller. Van Joël Fujita. Die alles perfect deed. Twee keer na elkaar dreigde Sint-Truiden. Westerlo kwam een eerste keer nog goed weg. Omdat Kaya niet kon binnenglijden. Aan de tweede paal. Maar bij de eerstvolgende tegenstot. Waarbij Westerlo zich ook in eigen voet schiet. Balverlies van de spits Mattia Frigant. En dan wordt hij gepoord door Joël Fujita. Kapt hij ook goed bij Rommers. Eén schaarbeweging. En het over. Hannes van der Brugge. Achter de bal. Hem heel fijngevoelig brengen. En dat doet hij ook. Daar is Oetkoes. Controle en afwerken. Ja! Het is 1-0 voor Cercle. En het is Philippe Gusto en Kevin Denki die vieren. Ja, maar hij staat hij dan niet buitenspel op de lijn? Op het moment niet gezien. Ik denk dat de bal er sowieso was ingegaan. Denki scoort misschien wel, maar pakt het risico om daar eventueel buitenspel te staan. Wat de speler van Club Brugge toch ook weer leken aan te geven. Hij blijft er wel rustig onder. De eerste reactie vanuit onze regie is dat het geen offside zou zijn. Het was goed van Van den Brugge. U wisselt nog maar eens van kant. U kan uw man van de match kiezen. Schoof Olsen. Dat is moeilijk. De Kuiper. Ontluchten naar Joutla. En nu. Ferran Joutla. Ja, goed op Schoof Olsen. En hij hobbelt binnen. Dan toch de goal van Club Brugge. En dat is iets minder dan verdiend. Ja, het kon niet blijven duren. Maar ze hadden wel een D nodig die van de bank komt om het doelpunt te maken. Dat dan weer wel. Een beetje hulp konden ze wel gebruiken. En die is er gekomen in de vorm van Andreas Schoof Olsen, die het eigenlijk heel simpel doet. Ja, ik heb niet het gevoel dat hij, de bal 100% lekker raakt, alleszins. Ja. Gaat er ook discussie zijn. Hij maakt een beweging naar de bal. In de weg. Ja, maar hij maakt en ook staat een beweging. Buiten spel, ja. Je weet hoe scheidsrechters denken. Hij staat buiten spel en hij. Hij springt weg. Okay. Ja. Ik vind het vreemd vinden dat hij nog altijd niet in de kern van de nationale ploeg zit. Maar toch vier doelmannen aanwezig zijn. Hij lijkt toch de man voor de toekomst. Tolu nog eens. Maar deze is er. Oh, Maurice. Hij komt niet, Maurice. Het was een doelpunt van Tolu. Oh, Anthony Maurice. Wat doet hij? Hij slaat met de platte hand op de grond en hij beseft het natuurlijk. En Blessing denkt ook, wat gebeurt er nu? Het leek helemaal voorbij. Maurice hoefde die maar op te rapen. En de aarzeling wordt afgestraft door Tolu. 1-0, Racing Genk. Een complete inschattingsfout, anders kan je het niet noemen. Die aarzeling door niet door te gaan. Het is zoals je zegt, Peter, hij raapt hem gewoon op. Hij is altijd eerst op de bal als hij komt.
Maar hij aarzelt, blijft staan. En dan was het een makkie voor Tolu om binnen te duwen. Goed vertrokken weer. Hij, de goede bal van Rosop.